Hoe wij reageren op afwijzing in relaties is vaak al heel jong ontstaan, is vaak al op 3-jarige leeftijd ontstaan. Dat is ongeveer de leeftijd dat we een geheugen kregen waarbij we dingen terug kunnen halen. Die reactie die we daar ontwikkeld hebben, is heel sterk in ons geworden. Want dat is vaak iets wat we in ons leven zijn blijven herhalen. Omdat het eens voor ons gewerkt heeft op een bepaalde manier. En wat we blijven herhalen, daar zijn we heel goed in geworden. Ik zal een voorbeeld geven. Als je als kind voelde dat je werd afgewezen omdat bijvoorbeeld je ouder een slecht humeur had en er op dat moment niet voor je kon zijn, als je met iets naar die ouder toe kwam, dan heb je je bijvoorbeeld beschermd door heel boos te worden. Heel boos te worden op die ouder. Door heel hard te gaan gillen of door ergens op te slaan. En dat heeft bijvoorbeeld gewerkt. Toen je dat deed, zag die ouder jou ineens. En omdat je merkte dat dat werkte, ben je dat voort gaan zetten. Als je bijvoorbeeld met vrienden, met vriendjes op de kleuterschool je zin niet kreeg, ben je woedend geworden, ging je met blokken gooien bijvoorbeeld, en kreeg je aandacht van de juffrouw of van zo'n vriendje, die ging op je reageren. En dan ben je bijvoorbeeld, je kreeg dan negatieve aandacht, omdat de juffrouw boos werd op jou, maar negatieve aandacht voelde beter als geen aandacht. Dus je hebt geleerd om woedend te worden, om ook als je later een relatie krijgt met iemand en jouw partner gaat bijvoorbeeld de krant zitten lezen of die luistert niet naar je, dan ga je woedend reageren. Dus dat is dan een patroon geworden van alsnog aandacht krijgen, ook al zou dit soort aandacht vragen je niet in dank worden afgenomen, maar je hebt geleerd dat negatieve aandacht beter is dan geen aandacht. Of je bent als kind, je hebt je afgewezen gevoeld, er is een ouder die niet beschikbaar was en die ook niet later, als jij je afgesloten hebt door in een hoekje te gaan zitten of door heel stil te worden en helemaal geen aandacht meer te vragen, dan kon die ouder later, als die wel ruimte voor je had, dat niet repareren met jou. Dus die kon niet zeggen van, oh sorry dat ik niet naar je kon luisteren, maar nu ben ik er wel. Want als dat repareren gebeurt, dan is het voor een kind weer goed. Dan kan hij het weer plaatsen. Dus een rijpe ouder, een ouder die om kan gaan met emoties, die de emoties van het kind kan herkennen, die het gedrag van het kind kan plaatsen, die kan een moment waarop die geen aandacht kon hebben voor het kind, want een ouder kan er niet 24 uur per dag zijn, kon dat weer repareren op een bepaalde manier. Van nu ben ik er weer wel. En dan leer je als kind dat het niet ontvangen van aandacht op een bepaald moment, dat die aandacht er later weer wel kan zijn. Dus een kind leert om uit te stellen, om de behoefte die het heeft uit te stellen. En om het vertrouwen te hebben dat het later weer wel zal komen. Dus dan zal het zo zijn dat later in een vriendschap
dat als de vriend of vriendin er even niet is, of een appje niet beantwoord, of een mailtje niet beantwoord, dat dat een bepaalde reden kan hebben en dat die vriendin er later weer wel kan zijn. Maar als dat niet is gebeurd, als dat repareren van het tijdelijk uit verbinding zijn niet is gebeurd, dan blijft iemand bij een onderbreking van de aandacht. Dus als er even geen aandacht is, als die ander er even niet kan zijn, blijft die vastzitten in die afgesloten houding van het hoeft voor mij niet meer. Ik ben er niet meer. Ik hoef ook helemaal geen vriendschap of ik hoef helemaal geen relatie. Ik ben iemand die heel goed kan leven zonder een ander, zonder een partner, zonder een vriendschap. Ik ben iemand die er prat op gaat om alleen door het leven te kunnen gaan. Want daar is zo iemand dan heel goed in geworden. Maar die persoon kan zich niet meer openstellen. Die kan zelfs de mogelijkheid niet eens meer overwegen om ooit een relatie aan te gaan. Want dat zou gaan tegen het zelfbeeld van ik ben iemand die heel goed alleen kan leven. En als je dat patroon dan hebt ontwikkeld, hoef je ook niet meer te dealen met de kwetsbaarheid in een relatie of de pijn die er ook kan komen als je je openstelt in een relatie. En als je dan al een relatie met je partner hebt, dan zul je al heel snel de houding hebben van: oh, ik hoef ook helemaal niks voor jou, van jou. Ik kan er wel zijn voor jou, maar ik hoef van jou helemaal niks te hebben. En dat doet dan ook iets met je partner. Als je de ander niet nodig hebt, dan ontstaat er een mismatch, dan ontstaat er een disbalans tussen geven en nemen. Als jij de partner bent van iemand die jou helemaal niet nodig heeft, dan voel je dat jij alleen maar ontvangt en dat die ander niks van jou wil ontvangen. En uiteindelijk is dan degene die het meest genomen heeft, die het meest ontvangen heeft, degene die de relatie verlaat. Omdat dat een schuldgevoel gaat geven van ik ontvang alsmaar en die ander wil niks van mij ontvangen. En dat geeft ook een gevoel van onwaardigheid als de ander niks van jou wil ontvangen. Dus de partner die zich dan onwaardig gaat voelen en die het meest heeft ontvangen, die verlaat de relatie. Wat is nu nodig? Want wij hebben allemaal in ons die reacties die we hebben ontwikkeld als 3-jarig kind. Wat nodig is, is dat we gaan kijken naar wat heeft daar ontbroken? Wat was daar niet beschikbaar? Wat ik nu wel beschikbaar heb. Dus je nodigt het 3-jarige kind uit in het hier en nu. Bij de volwassene die jij bent en die veel meer dingen ter beschikking heeft. Dus als je het 3-jarige kind uitnodigt, bijvoorbeeld, dat altijd woedend werd om alsnog aandacht te krijgen. En dat 3-jarige kind herken je en erken je in jezelf. Met compassie voor dat 3-jarige kind. Wat heeft dat kind, zoals je dat nu ontvangt, nodig? Wat het destijds niet heeft kunnen ontvangen? Het heeft bijvoorbeeld nodig dat je het positieve aandacht geeft. Het kind heeft destijds met de woede alsmaar negatieve aandacht gekregen. En nu heeft het nodig met wat je nu beschikbaar hebt, dat je het positieve aandacht kunt geven. Wat kun jij nu in dit moment
geven aan dat driejarige kind. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je je voorstelt een ouder die ideaal zou hebben gereageerd. Hoe zou jouw vader of jouw moeder op jou hebben kunnen reageren? En hoe kun je je dat nu voorstellen? Of hoe kun je het kind nu toespreken met iets positiefs wat je het nu kunt geven? Of hoe kun je een omgeving voorstellen voor dat kind, een ideale omgeving? En wat gebeurt er met jou als je je nu die ideale omgeving voorstelt? En wat gebeurt er dan met dat driejarige kind? Of in het geval van het kind wat zich helemaal heeft afgesloten van ik heb niemand meer nodig. Wat heeft in feite dat driejarige kind als je het nu uitnodigt, nodig? Welke reactie van een liefdevolle ouder heeft het nodig? En hoe is het om je dat voor te stellen? Wat gebeurt er dan met jou in het hier en nu? En wat gebeurt er met het driejarige kind in jou? Dus dat is ook wat je gaat doen in traumaheling. Je gaat in het hier en nu kijken wat er destijds ontbrak en wat je dan nu in het hier en nu wel beschikbaar hebt om toe te voegen. Zodat de ontbrekende delen voor dat kind aangevuld kunnen worden. Voor mij is het heel helpend om in mijn relatie, ook mijn relatie met een partner, te gaan kijken naar waar wordt mijn kleine kind, mijn driejarige kind, getriggerd? Waar komt dat in één keer tevoorschijn? Waar popt mijn driejarige kind op? En hoe kan ik daar compassie voor hebben? En hoe kan ik zien dat driejarige kind alsnog aandacht vraagt in deze relatie? En het is goed voor mij om te zien waar ik de reactiepatronen van het kleine kind in mij herhaal in mijn relatie. Hoe die reactiepatronen niets te maken hebben uiteindelijk met mijn partner. Het wordt alleen getriggerd, aangeraakt door dingen die gebeuren met mijn partner. Ik ben benieuwd of jij hier ook dingen van herkent in jouw leven. En ik wil je uitnodigen om, als je dat wil delen, om dat te doen in de reacties onder dit filmpje. Maar ik kan me ook voorstellen als het te kwetsbaar is om dat te delen.